Welkom back everybody, welkom terug op het kanaal van UGX Mysterious en vandaag weer een nieuwe gameplay voor jullie, een nieuwe gameplay op Black Ops 1. En dit was nog laatst met, wanneer was het, hoeveel dagen geleden was het al wel niet, ik weet het al niet meer. Dit was met Fish en hier speelden wij Black Ops 1 gameplay, tenminste Road to Commander van Fish en ik mocht meedoen op Black Ops 1 en MW3 dat hij Road to Commander deed hij in zijn livestream en ik deed ook mee en ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon proberen voor een mooie gameplay te halen. En het lukt op zich wel. We wonnen hier best wel snel. In 7,5 minuten wonnen we de domination potje 6 versus 6. Want Summit is 6 versus 6. En ik ging zeker lekker die dag. Ik had die firing range al een keer upgeload voor jullie. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden natuurlijk, die firing range. En daarom had ik ook, omdat jullie hem leuk vonden. Jullie vonden hem leuk. Want dat zak in de reacties. Maar oh, wat een domheid. Maar jullie vonden hem leuk. En daarom dacht ik, weet je wat. Nog een keer een Black Ops 1 gameplay voor jullie. Want ik had er gewoon ook wel weer zin in. Want ik ben gewoon, dat zie je misschien de laatste tijd. Ik wissel veel van mijn games. Tenminste Call of Duty games. Met Black Ops 1, Black Ops 2, MW3. Ik doe heel af en toe heb ik MW2 gedaan. 1 of 2 keer. Ga ik misschien ook wat vaker doen. Gewoon een beetje van alle Call of Duty's een beetje. Om de mix te houden. En om voor jullie het ook een beetje interessant te houden. Want ik merk dat er een aantal niet Black Ops 2 fan zijn. En een andere aantal wel. Ik zelf ben er wel fan van. Daarom upload ik het ook best wel vaak. Maar ik merk ook dat een aantal mensen niet helemaal fan van zijn. En die wil ik ook een beetje toekomen met meer. Soms misschien Black Ops 1. Soms MW3. Noem het allemaal maar op. Maar waar ik ook over wou hebben. Dat is. Ik heb de laatste tijd heel lang over nagedacht. En ik wou het gewoon ook aan jullie vragen. Wat jullie er zouden van vinden. Ik heb het toen ooit een keer gezegd van misschien ga ik wel 2 keer op een dag uploaden. Misschien een keer Call of Duty. Nou, dat wil ik misschien wel gaan doen. Maar mijn vraag was nou eigenlijk, wat vinden jullie ervan al zou ik ook een andere game doen dan Call of Duty? Want ik doe eigenlijk Call of Duty only. En wat zouden jullie ervan vinden als ik ook een andere game upload op mijn kanaal? En dat bedoel ik mee, smiddags, rond 4, tussen 4 en 7 heb ik altijd een Call of Duty commentary voor jullie. Ja, en die commentaries maak ik altijd op de dag zelf. En dat is meestal 4 tot 7 in die tijd. Upload ik hem altijd. Dus ja, je hebt elke dag een video van mij rond tussen de 4 en de 7. Maar ik wou dan 's ochtends rond 10, 11 uur ook af en toe misschien 2 of 3 keer in de week ook iets gaan uploaden. Misschien nog een Call of Duty. Of zeggen jullie van, ga misschien Minecraft uploaden. Want ik heb bij Arjen's kanaal en op mijn kanaal ook een paar reacties gehad. Ga Minecraft uploaden. Omdat ik zelf in Faxios zit. Faxios op het Kingdom. En het Kingdom van David natuurlijk. Van DDG en alles. Noem het allemaal maar op. Wie er allemaal niet op zitten. Superleuk is dat natuurlijk. Om dat te doen. Maar het meeste deel komt gewoon op Arjen's kanaal. Tenminste, wat jullie hebben kunnen zien van Minecraft op Faxios is op Arjen's kanaal geweest. En ik wil het misschien ook gaan doen. Laat me even gewoon weten wat jullie ervan vinden als ik af en toe misschien 1 of 2 keer in de week Minecraft 's ochtends upload. Zou jullie er wat vinden of vinden jullie daar niks? Zeg dat gewoon even in de reacties. Of zeggen jullie van, je moet... moeten is een groot woord, maar zou je misschien die game doen of die game? Laat het gewoon even weten, laat even de reacties weten, laat het gewoon even allemaal achter. En dan hoor ik het graag. Hier ging ik trouwens een paar keer dood, maar je zal zien, mijn gameplay is op zich wel aardig, want ik haal direct iets van een 25 plus streak. En dan gaat het echt wel best wel beast, zou ik zeggen. En daar sta ik tenminste bekend om. Ik wil niet arrogant erover doen, maar ik ben redelijk goed in Call of Duty, de meeste Call of Duty's. En dat is meestal ook wel te zien. En hoe uit ik dat? Ik ben meestal een rusher. En daarmee bedoel ik, ik probeer zoveel mogelijk te rennen. Ik probeer niet stil te staan. Ik probeer zoveel mogelijk weer in een beetje in hun spans te komen. En probeer hun te killen. Natuurlijk, het gaat niet altijd even makkelijk. Je kan ook doodgaan en weet ik niet. Kan ik hier niet mee zitten. En dan heb je gewoon pech. Maar de laatste tijd gaat het wel steeds beter. Ik merk dat ik steeds beter in Call of Duty word. Dat is soms raar om te zeggen misschien. Als ik terugkijk, ik ben nou, wat zal het zijn, echt redelijk goed. Maar ik weet niet wanneer dat is gekomen. Eerst begon ik en ik kon er echt geen zak van. Ik zal het gewoon zeggen, ik ben ook iemand geweest die helemaal bijna niks goed kon. Ik was heel sloom, ze schoten me neer. Ik had misschien een KD toen ik begon. De eerste weken echt een KD van 0.5, 0.6 of zo denk ik. Echt niet hoger. En toen begon ik het een beetje door te krijgen. Begon ik een beetje de feeling in te krijgen. En toen ging het voor mij ook steeds makkelijker. En als jij oefent, krijg je toch een klein beetje
het gevoel van oké, het gaat zo, oké, ik moet dit of dit doen. En dan krijg je ervaring erin en dan wordt het steeds makkelijker voor jou om gewoon te spelen. Maar je ziet hier ook, wij pakken heel veel triple caps. Triple caps. En je ziet gewoon, we lopen gewoon 150 om 30 voor. Het is eigenlijk gewoon niet meer leuk. En daarom liet ik deze heel even lopen. Jullie denken, waarom schiet hij die niet neer? Ik denk gewoon, twee vlaggen, kunnen we nog even langer doorgaan? Dan kan ik misschien nog even iets meer kills maken. En ja, dat gebeurde dan ook. Af en toe heb ik een beetje een slechte 1 met de AKU. Want ja, ik ben het niet zo meer gewend, Black Ops 1. Black Ops 1 is toch weer even wat anders natuurlijk dan Black Ops 2. Tenminste, vind ik, elke Call of Duty is weer net iets anders. Elke game die je speelt is weer net wat anders. En ja, ik vind het gewoon leuk om Black Ops 1 ook te doen en te uploaden. En ik hoop dat jullie het ook natuurlijk leuk vinden. Tenminste, dat was wel in de reacties te zien. Dus ik hoop dat jullie deze gameplay en commentary ook weer leuk vonden. Ik hoop ook dat jullie willen liken, reageren en abonneren natuurlijk. Abonneren ben ik ook altijd blij mee. Liken ook, maar reacties helemaal. Laat gewoon je mening achter. En als jij echt een mening hebt die niet in de reacties kan. Want ik zie de laatste tijd soms reacties en dan denk ik, die kan je beter. Ook als jij YouTuber of dingen, YouTuber bent zelf. Die kan je dan beter even persoonlijk met hem afhandelen. Dus stuur dan gewoon een bericht naar mijn YouTube kanaal. Of als je misschien mijn Skype hebt, stuur een bericht naar mijn Skype. En dan kunnen we het afhandelen wat jij misschien in mijn video niet goed vond of wel goed vond. Of weet ik het veel. En dat de anderen ja, eigenlijk niet hoeven te weten wat er allemaal gaande is. Laat het dan gewoon even gewoon in een persoonlijke message aan mij weten. Want soms kan zo'n reactie tot haat op mijn kanaal ja, vormen. En dat wil ik juist niet hebben, dat er haat komt tussen bijvoorbeeld bepaalde YouTubers tussen elkaar. En weet ik het allemaal niet. Ja, dit was eigenlijk wel een beetje bijna de gameplay. Want je ziet het, we staan 193, 45 voor. En dan, ja, dan heb je zo'n grote overwinning. En toch maakte ik nog best aardig kills als je nagaat als dat ik met Juvie, Counter Juvie en ik speelde Orbital, noemde ik het de hele tijd. Maar het is Blackbird natuurlijk. Blackbird in Black Ops 1. De Blackbird met de B. Maar ik ging lekker. Ik denk dat ik het wel vaker up ga loaden. Wel weer met UV Counter UV Orbital. Omdat met hondjes en zo vind ik minder naar te kijken. Omdat Black Ops 1 toch al lang gespeeld is. En dan wil ik gewoon laten zien wat ik met mijn gun kan. Maar dit was mijn gameplay. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop dat jullie hem liken, reageren en subscriben. En dan zeg ik tegen iedereen die gekeken heeft. See you later everybody.